moderne stad dus, waar de belangen van de bewoners voorrang kregen over die van het eigen belang van projectontwikkelaars en andere geldjagers. Of een megalomane, schreeuwerige stad waarvan je de hoogbouw vanaf Amersfoort en Harwich al op je af kan zien komen. Waar de leefbaarheidspartijen de komende decennia in tal en last zullen groeien. En waar de centen in de gemeenteraad al verdeeld zijn lang voordat de inwoners daar ook maar iets over te zeggen kregen. Een maand geleden heeft onze lieve heer zelf 3 plekken in Den Haag aangewezen waar projectontwikkelaars ongebreideld hun gang mogen gaan. Ze mogen daar zo hoog bouwen als ze willen. Namens wie zijn die 3 plekken aangewezen? En waarom juist 3? Waarom geen 15? Of 7? Nog mooier, waarom geen 0? Afgezien van die 3 plekken heeft de almachtige schepper de rest van Den Haag onderverdeeld in delen waar de nieuwbouw ook omhoog kan. Maar niet onbeperkt. Er mag daar tot 50 meter hoog worden gebouwd met uitschieters die niet nader worden benoemd. En tenslotte wordt gedecreteerd dat op weer andere plekken mag worden gebouwd tot 50 meter zonder uitschieters. Natuurlijk heeft onze lieve heer dat allemaal niet gedaan. Dat heeft het college gedaan. Maar omdat onze lieve heer ook nooit van tevoren wat aan zijn nietige schepsels heeft gevraagd, moest ik even aan onze lieve heer denken. 3 plekken waar ze zo hoog mogen bouwen als ze maar willen. Hebben ze u in deze allerbelangrijkste stedelijke kwestie van de afgelopen en de komende 20 jaar eigenlijk al gevraagd wat u daarvan vond? Maar er is troost. Pasgeld biedt u de volgende oplossing. Ruim voordat het college een bouwplan hoger dan 10 meter laat realiseren, dienen de volgende cijfers en indexen te worden overlegd aan de omwonenden in een straal van 800 meter. A. Het schaduwpercentage. Dat is het percentage schaduw dat er over het hele jaar genomen gemiddeld per etmaal meer zal zijn dan dat er voor de realisatie van het bouwplan was. B. De tochtcoëfficiënt. Dat is het cijfer dat de toename van de tocht aangeeft na de realisatie van het bouwplan. En C. Een vallende voorwerpenclausule. Dat is een garantie van de gemeente dat alle schade door vallende voorwerpen uit de te realiseren bouw, materieel zowel als immaterieel, voor 100% door de gemeente zal worden vergoed. D. Een geluidenindex. Dat is een inventarisatie van alle geluiden zoals daar zijn. Gefluit, gezoem, gekraak, geschreeuw, zowel als muziek van boven, beneden en naast de muren, gebonk, geheig en al het andere geluid dat er nog niet was voor de realisatie van het bouwplan, maar er mogelijk daarna wel is. En dan E. De depri-factor. Bij ieder bouwproject hoger dan 40 meter zal met behulp van het EPD, het elektronische patiëntendossier, de toename van depressieve klachten van omwonenden binnen een straal van 2,5 kilometer worden gemeten. Deze depri-factor, uitgedrukt in het aantal gevallen per hectare binnen een straal van 2,5 kilometer van het bouwproject, zal iedere keer aan alle omwonenden van een nieuw bouwproject hoger dan 40 meter moeten worden voorgelegd. En dan na een zorgvuldige en eerlijke consultatie van de cijfers en de indexen, zoals zojuist genoemd, onder A tot en met E, zullen de omwonenden zijn de uiteindelijke echte belanghebbenden dan tenslotte een doorslaggevende stem hebben in de goedkeuring van de bouwplan. Zo, dames en heren, zou het moeten gaan in een stad die zijn inwoners respecteert. Zo zou het moeten gaan in een stad die dolgraag het huis van de democratie binnen zijn gemeentelijke grenzen wil halen. Maar nee, in Den Haag van vandaag gaat het net andersom. Eerst bepaalt het college zelf de plekken, de hoogte en het aantal. En als de hoogbouwer dan eenmaal staat,
over de bewoners, de schaduw, de herrie, de tocht en de depressiviteit zelf vaststellen. Dank u wel, heer Noorder, voor de bijzondere wijze waarop u uw taak opvat. Ik geloof niet in God, maar als God onverhoopt toch blijkt te bestaan, dan moet u dat wel zijn. Dank u wel.